Leerlingen van basisschool De Muze in Nijmegen verzamelden zich dinsdagmiddag voor het stadhuis om te demonstreren tegen het geforceerd verhuizen van klasgenootje Karar. Ongeveer 100 kinderen liepen van de school richting het stadhuis met een spandoek in de hand. Wethouder Grete Visser werd overvallen door het bezoek. Ik ga kijken wat er in hetgeen staat wat mij aangeboden is. Of wat moet ik aan de burgemeester geven? Dus ik ga dat ook zeker met hem overleggen. En ik heb net beloofd dat ik in ieder geval een signaal geef aan het COA. Van leg in ieder geval uit aan deze kinderen die hartstikke hard hebben voor hun mede-leerlingen en hun vriendjes. Ga het uitleggen, want dan is het al beter te verdragen als men snapt wat er aan de hand is dan dat ze denken, er zit een hartstikke aardig joch in mijn klas en die moet nu naar, wat zeiden ze, ik heb niet eens een maand of zo, moet hij alweer weg. Ik snap dat dat heel vervelend is en misschien kweekt het iets meer begrip als mensen snappen waarom het is. De basisschool organiseerde de demonstratie een dag van tevoren. Karar heeft in 4 jaar tijd op 5 verschillende locaties binnen Nederland gewoond. Max Frankenveilen is meester op basisschool De Muze en vraagt zich af wat het nut is van het constante verplaatsen van het gezin van Karar. Pas geleden kregen we een bericht vanuit de ouders van Karar dat Karar voor de zoveelste keer moet gaan verhuizen. Voor de 7e keer alweer in 4 jaar tijd. En dat vinden wij gewoon te veel. We zien ook steeds vaker, omdat wij onze school naast AZC ligt, dat kinderen van plaats naar plaats worden verhuisd. En we denken dat dat niet goed is voor de ontwikkeling van kinderen.